Petit Verbind en Nut is tegenwoordig een bedrijf met 3 eigenaren. 2 werknemers hebben zich ingekocht bij oprichter Leon Petit. Een van die 2 stapte enkele jaren geleden gewoon af op zijn baas met de vraag: hoe lang ga jij nog door met je bedrijf? Wordt het dan verkocht aan derden? En wat is mijn rol dan binnen het bedrijf? Is dat niet een brutale vraag? Weet ik niet. Ik weet niet of het een brutale vraag is. Als je nadenkt over je eigen mogelijkheden en carrièrekansen binnen de markt, denk ik niet dat het een brutale vraag is. Het kan ook iets toevoegen aan het bedrijf. En ik denk dat iedere werknemer, ieder mens zich af moet vragen wat hij in zijn carrière wil bereiken. En dat heb ik ook gedaan. Ik was toen 31, 32, attractief voor de arbeidsmarkt. En ben op Leo toegestapt van: nou, dit zijn mijn ideeën. Ik zou graag een toekomst zien binnen Petit, het voortzetten van het bedrijf. Maar hoe zie jij dat? Als jij doorwerkt tot je 70ste, ja, dan heb ik geen groeimogelijkheden meer binnen dit bedrijf en zal ik mijn vleugels ergens anders moeten gaan uitslaan. Daar zijn we samen over gaan praten. Hij heeft binnen zijn familie gevraagd of er zijn dochters in ieder geval over wilden nemen. Die hadden geen interesse en toen zijn we verder gaan kijken van: vertel maar, hoe zie jij dat en hoe zie ik dat? Waarom wil je eigenlijk de relatief luxe positie van werknemer inruilen tegen het risicovolle ondernemerschap? Vrijheid is denk ik het belangrijkste woord, vrijheid. Vrijheid in beslissingen nemen, niet verantwoording hoeven af te leggen, beslissingen terug laten roepen. Waarin jij denkt, daar zie je kansen in de markt, daar moeten we instappen. Dat is denk ik de belangrijkste beslissing. Maar vrijheid, of als je ondernemer bent, je bent ook geketend. Je hebt personeel, je hebt een bank, je moet voldoende verkopen aan het eind van de maand. Correct, maar die vrijheid overheerst. Want door die vrijheid kun je al die facetten die je noemt, personeel, bank, verkoopcijfers, kun je zelf inzetten. Die kun je zelf heel erg goed monitoren en dan kun je zelf heel goed naar kijken en zeggen van: oké, daar kunnen we bijsturen, zonder dat een bank zegt: je moet nu bijsturen. Zonder dat een aandeelhouder zegt: je moet nu bijsturen. Zonder dat je baas zegt: en we gaan die kant uit. Terwijl jij die richting bijvoorbeeld niet ziet zitten. Hij dacht eerst alleen de zaak over te nemen, maar tijdens de rit kwam er een partner bij. Ik kom zelf uit de techniek. Ik ben een man van de techniek. Personeel is ons belangrijkste goed. We hebben 38 personeelsleden die ook allemaal hun vragen hebben, et cetera. En die moeten ergens terecht. En dan kun je zeggen, dat kun je uitbesteden. Maar voor ons is heel erg belangrijk dat die mensen zich als een vis in het water voelen bij ons. En ik heb Anita benaderd en met de vraag: Anita, luister, wil jij het niet samen met mij doen? Waarin we de verantwoordelijkheid heel goed gescheiden hebben. Ik verantwoordelijk ben voor de techniek en zij verantwoordelijk is voor marketing en personeel. Voor Anita van Kruchten was het een verrassing. Je ego is natuurlijk gestreeld als je die vraag krijgt. Dus ik heb wel even de stap teruggemaakt en heb me een jaar lang laten coachen van, omdat ik daar niet eerder echt serieus over had nagedacht, van: ben ik ook een ondernemer? Want dat is natuurlijk wel weer even heel iets anders als goede PNO'er of manager of leidinggevende zijn. Zij wilde ook meer zijn dan fluisteraar aan de zijlijn. Toch die vrijheid, dat is toch wel een heerlijk gevoel. Ik heb zo vaak geroepen als ik ergens in loondienst was, van: als ik die kans zou krijgen, als ik dat zou doen, zou ik dat zo doen. Ja, nou krijg ik die kans om te laten zien hoe dat dan gaat als ik het zo doe. Ze stapte midden in de economische crisis in, maar spijt hebben ze geen van beide. Absoluut niet, nee. Ik vind het echt iedere dag heerlijk. Het is iedere dag weer nieuwe uitdaging om te doen. Ondanks dat er af en toe wat onzekerheden en wat slapeloze nachten zijn. Nee, geen moment. Nog geen moment spijt gehad. Absoluut niet. Ik droom die droom nog elke dag. Dus die droom is aan het uitkomen, ja. Natuurlijk zijn er wel tegenvallende dingen die altijd tegenvallen. Maar goed. Dat is inherent aan het ondernemer zijn, maar er is me nog geen dag echt gezegd of tegengevallen waar ik van zeg van: nou, nee, dat is niet leuk, dit is niet wat ik wil. Nee, het wordt eigenlijk alleen maar leuker.